Nou, je hoeft tegenwoordig de krant maar open te slaan en we lezen van alles over het fenomeen burn-out. Nou, burn-out, ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Dat is een vraag die ik mezelf stel, want een burn-out zie ik als een hele gezonde reactie op een ongezonde leefomgeving voor onze hersenen. Het is een bewuste keuze van ons onbewuste systeem. En heel veel mensen zeggen, ja, maar ik had van de een op de andere dag een burn-out. En dan zeg ik, dat is onmogelijk. Je krijgt namelijk al maandenlang, soms zelfs jarenlang, signalen van jouw hersenen dat er een bepaalde disbalans is. Dat je eigenlijk op een andere manier je lifestyle moet gaan inrichten. Op een andere manier met je hersenprocessen moet omgaan. Nou, tijdens de workshop die in het teken staat van burn-out, de Brain Balance Workshop Burn-out, ga ik het in 4 uur tijd met je hebben over hoe werken die hersenprocessen nou eigenlijk. Waarom sturen jouw hersenen aan op een burn-out? En waarom is een burn-out eigenlijk een hele gezonde reactie? En hebben we die heel hard nodig? Mogen we bijna dankbaar zijn dat we een burn-out krijgen? Het is namelijk een waarschuwingssysteem, een heel biologisch systeem. Nou, in 4 uur tijd ga ik jou uitleggen hoe dat het precies werkt. Waarom jouw hersenen aangeven van, hey, het is even te veel, dingen moeten anders. Wat kun jij nou concreet anders gaan doen? En hoe ga jij die balans weer vinden? Nou, in 4 uur tijd neem ik jou mee in de werking van ons brein en de burn-out. Dit is geschikt voor mensen die tegen een burn-out aanzitten, die misschien al een burn-out hebben, maar ook voor de professionals, dus coaches, HR-managers, mensen die andere mensen graag willen ondersteunen in een traject van een burn-out.